gebrandschilderde raam in de apsis van de kapel. Vanuit de apsis in de kapel kom je zo aan de linkerkant in de sacristie terecht. Eén wand in de sacristie bestaat uit een aantal kasten, lijkt het. Maar als je de linker deur open doet, dan blijkt die te leiden naar een hele smalle, hoge trap die naar boven voert. De trap is zo smal dat je er maar net tussen twee wanden tussen past. Boven blijkt dat de wanden vol zitten met allemaal de namen van kosters, eerste assistenten, tweede assistenten, misdienaars, etc. Het raam geeft uitzicht op de Bergendalseweg. Ja, het is een ontzettend smal trapje. Ja. Heb je me er nou op staan? Ja. Want laat zien hoe smal het is. Want ik had hem. Grijze haartjes? Ja, die zie je wat minder met dat licht er tegenin. Maar... naar de muren of op de muren. Allemaal namen, namen en nog eens namen. Op het plafond de naam van Hans van Mierlo. Tweede assistent, 1950-1951. Hij wilde zeker weten waarschijnlijk dat zijn naam bleef staan als het op het plafond stond. Onder het raam een tekst van onder andere Astelbergs. Hier op de zolder van het gebouw waar de chambrettes van de leerlingen.
Als je het raam open doet, kijk je uit over Nijmegen. Een kamertje hadden. Aan de andere kant bevindt zich een ruimte waar ook de wc's waren. Is ooit iets schoner geweest, neem ik aan. Het is ook niet echt oud poetskatoen.